waar de duinen nu liggen, of staan in ieder geval, daar was het grote gebouw en ongeveer 200 tot 300 families. Best wel een groot gebouw en dan was dit het veldje waar we altijd bijeen kwamen voetballen. Samen met zijn vader, moeder en broer kwam Shanwari in 2000 vanuit Afghanistan terecht in Sluiskil. Hij weet nog dat het voor hem in het begin best wel wennen was. Er was vrij weinig leven eigenlijk in Sluiskil en het was alleen maar onze basisschool, Hotel Sluiskil, waar je af en toe een beetje kon biljarten, tafeltennissen. En voor de rest, ja, buiten dat hotel was het dit eigenlijk. Ik ging even op en neer voor niks en dat was even lachen voor ons, weet je wel. En daarnaast bracht Shanwari veel tijd door bij de voetbalvereniging in het dorp. En daar kan hij zich nog wel iets van herinneren. Heel speciaal eigenlijk. Ja. Ondanks dat je, ja, je hebt toch wel een beetje het gevoel van, hey, hier is het allemaal begonnen. Ik herinner me nog wel het weer op achterste veldje altijd voetballen. Niet heel veel meer, maar je hebt zeker wel herinneringen. Meteen was Shanwari verliefd op het spelletje. Al snel bleek dat hij best flink wat talent had. Het ging wel aardig. Ik ging al heel snel vanuit de E'tjes naar de D'tjes. Omdat ik voetballend wel wat verder was dan mijn leeftijdsgenootjes. Dus dat was wel leuk. En, Dus toen was je al getalenteerd? Ja, dat zeggen ze. Hè? Ja, klopt. En dat talent bracht hem tot de jeugdopleiding van NEC, het tweede elftal van FC Utrecht en het nationale elftal van Afghanistan. 2 maanden geleden kwam hij terug naar Zeeuws-Vlaanderen om te gaan voetballen bij Hoek. Hoek is een hartstikke mooie club, zeker ik denk de grootste binnen in Zeeland. Ik ben goed ontvangen daar. En op dit moment zijn mijn ambities gewoon om bij de eerste helft te horen en constant te spelen en toegevoegde waarde te zijn voor Hoek. En het team te helpen, dat is mijn eerste instantie. En dan kijken we wel verder wat de toekomst brengt.